Laten we nu gaan luisteren naar Aaron Winter. Aaron Winter die samen met Rich Gesiano Habs, die het doelpunt voor Suriname maakte, een statement gaven alvorens ze overgingen op het beantwoorden van de vragen. We hebben 1-1 gespeeld tegen Haiti. Voor de mensen in het stadion was het echt een hele mooie, aantrekkelijke wedstrijd. Met heel veel kansen van beide zijden. We zijn de eerste helft zijn begonnen. Een compliment aan de ploeg. We hebben getracht te voetballen. En waar wij de laatste keren heel veel zijn bevraagd over van ja, jullie creëren te weinig kansen en jullie scoren te weinig. We zijn de eerste helft zijn een beetje niet goed begonnen. Het was een beetje zoekende. En uiteindelijk kwamen we in de wedstrijd terug. En in de tweede helft waren wij de betere ploeg, waar we op getraind hebben en waar we sterk in waren. De voetballen, elkaar te vinden tussen de linies, dat hebben we heel goed uitgevoerd. Het is heel jammer, want als je op dit niveau wel minimaal 1200% kansen krijgt en je beloont jezelf niet, dat is heel jammer. We hebben goed gevoetbald en een compliment en ik denk dat wij zo door moeten gaan. Het is jammer dat je dan niet de wedstrijd winnend afsluit, want de kansen waren ervoor. Haiti heeft ook wel een aantal hele goede kansen gekregen, maar als je dat aantal kansen gaat afzetten tegenover die van ons, ja, dan waren wij gewoon twee veel keer meer gecreëerd dan wat zij hebben gedaan. Ja, ik sluit me aan bij de trainer. Alles wat we getraind hebben we vandaag in de wedstrijd weer laten zien. Ik denk dat het zo is dat we onszelf niet belonen met de winst. Want het had er wel in gezeten vandaag. Maar ik, het team, de trainer, kunnen blij zijn met wat we vandaag hebben laten zien. Strijdlust, energie, met elkaar vechten, alles zat erin. Alleen, 3 punten missen. Ik ben teleurgesteld aan de ene kant, maar ook wel blij om wat we hebben laten zien vandaag. Nou, dat was dus de statement van Aaron Winter en Rich Gesiano Habs. Nou, daarna is Winter ingegaan op vragen van de journalisten. Zo is aan Winter gevraagd dat Suriname doelpunten nodig heeft, maar Shaquille Cairo toch niet ingezet is geworden. Verder is er ook gevraagd of er eventueel verandering komt in de visie van hem met betrekking tot de opstelling die hij hanteert. Hoe zorgwekkend is de situatie voor Suriname met nog 1 wedstrijd te gaan? Dat is de wedstrijd van vanavond tegen de ploeg van Grenada. En Suriname kan degraderen naar Pool B. En waarom Habs gewisseld is geworden? Als je kijkt naar de wedstrijdverloop, deden Geraldo en Cleo deden het goed. We creëren heel veel kansen. Alleen, wat je nu net aangeeft, je scoort niet. En wij speelden op dat moment heel goed, want ook in de eindfase, dat Cleo, voordat hij gewisseld was, was hij heel gevaarlijk. De combinatie met Geraldo was heel goed. En dan probeer je, want het is allemaal fysiek, probeer je Emilio erin te brengen, die heel lichtvoetig is en die ook heel goed tussen de linies kan spelen, maak je een keus. En dat hebben we gedaan. En ja, als wij wel die kansen wel benutten, dan is het probleem er niet meer. En dat is ook op een gegeven moment moet je ook kijken, want die wedstrijd heeft heel veel kracht gekost. Je zag op een gegeven moment dat een aantal jongens door de vermoeidheid kramp kregen. Dus dan moet je ook heel goed oppassen, omdat je ook maar beperkt bent in een aantal wisselmomenten, welke spelers je erin brengt. Kijk, ik heb aangegeven, we zitten nog steeds in het proces. En wat u zegt van, wanneer ga je die jongens laten spelen? We moeten ook heel reëel zijn, dat onder omstandigheden, de druk, dat is toch heel wat anders dan dat je de wedstrijden hier speelt. En de jongens die trainen goed en wij maken op basis van die dingen keuze. En de momenten die komen er wel. En het feit al dat wij al ten opzichte van de voorgaande keer 7 jongens van hier hebben, is al heel veel. En dat is ook heel goed, want de jongens zijn zich goed aan het ontwikkelen en de momenten komen wel. Ja, het is ook een gegeven dat wij deze 2 wedstrijden willen winnen. We hebben gezien, we hebben vrij goed gespeeld, alleen het scoren, dat hebben we nagelaten.
wij gaan nu ons goed voorbereiden voor de wedstrijd tegen Granada. En die gaan we winnen, die moeten we ook winnen. En dat is voetbal. Als je niet scoort, dan win je niet. Maar wij zijn heel tevreden over de ontwikkeling van het voetbal dat we graag willen laten zien. En vanavond hebben we heel veel mooie en goede dingen gezien. Ja. Daar is de reden voor. Luciano die is een tijd geleden heeft hij een enkel blessure gehad. En die speelt bij zijn club en we moeten hem heel langzaam brengen, want daarom hebben we een maximaal uur laten spelen, want je wil niet het gaat forceren en dat je dan de komende wedstrijd tegen Granada dat je geen gebruik van hem kan maken. Dat is de reden geweest, uit voorzorg, en dat hebben we met andere jongens ook gedaan. Klopt. Op het moment dat wij dat wilden doen, gebeurde in het veld dat een speler van ons blessures kreeg. En aangezien je beperkt bent in je wisselmoment, je mag maar drie keer wisselen, moet je heel secuur gaan wisselen. Want als je dat doet, de wedstrijd moest op dat moment nog 35 minuten doorgaan, dan ben je een wissel kwijt. En dan heb je geen opties meer. Dus daarom moesten we even wachten, hebben we het even laten gaan en daarna hebben we hem alsnog ingebracht. Kijk, voetbal is een spel van fouten en we geven dingen aan, maar in de wedstrijd is het soms misschien iets anders. Op dat moment moet je elkaar coachen en durven door te dekken. Dat hebben we niet gedaan. Op een gegeven moment hebben we het gedrag van de zijkant om dat te verbeteren. En op een gegeven moment ging het ook wel goed. Maar dat is ook iets wat voetbal is. Je moet ook dingen kunnen zien op het veld. En daarom handelen. En op een gegeven moment, in de omschakel, op het moment dat zij de bal hadden, konden zij met name de eerste helft heel makkelijk middenveld vinden. Wat eigenlijk niet mag gebeuren. Dus daarom deed je. Ja, Winter is dus ingegaan op de vragen. Of het wel correct is of niet, ja, dat laten we aan u over. In ieder geval, voor degenen die de wedstrijd hebben gezien en de hoogtepunten ook, heeft gemerkt dat was een wedstrijd waarbij de ploegen naar elkaar gewaagd waren. En 1-1 uitslag was echt niet wat Suriname wilde hebben. Overigens, we hebben goede kansen gehad, maar er werd slecht geschoten en niet doelgericht, waardoor dus die kansen om zeep werden gebracht.